Ja, natuurlijk. Fischie weer. Ben hier weer met Remco. En natuurlijk, wedstrijd van de week. En vandaag gaan we natuurlijk, kan niet anders, PSV Ajax spelen, toch, Remco? Ik vroeg nog aan jou van, ja, wel idee. Moet je even kijken welke wedstrijd? Oh, PSV Ajax, dat is redelijk... Ja, toch? Enige optie, toch? Enige optie eigenlijk wel, denk ik, inderdaad. Dus wij gaan lekker verder. Ja! Nee. Wat? Nou, PSV... in mijn beeld heb je echt Ajax-shirtjes aan. Echt waar? Ja. PSV Ajax is het toch, jongens, geworden? Nou, toch. Als in jouw beeld het maar goed is. Toch? Ja, bij mijn beeld is het goed. Nou, we gaan hier wel aftrap. Jongens, laat even achter bij de comments wat het wordt. Vorige wedstrijd per ongeluk een dag te later online gegooid vanwege Londen. Maar ja, kan gebeuren, hè. Ik was even natuurlijk kwijt. Ook even niet. Dat was wel een mooie wedstrijd, hè. Die, Nee, ik heb het niet gezien, hè. Helemaal niks, helaas. Maar je hebt ook FIFA niet echt teruggekeken, hoor. Nee, dat was voor jou een mooie wedstrijd, ja. Kans. Ja, moet ook wel naar de 5-1 nederlaag, hè, met Vitesse. Ja, oké. Zoals jullie weten doen we elke week de wedstrijd van de week. Volgende week is natuurlijk Interlandweek. Dus we gaan gewoon het Nederlandse potje dan spelen. De Nederlandse elftal. Dan twee keer geloof ik, hè, is het altijd. Twee keer natuurlijk een Interland. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op, want Nederland doet helemaal niks. We zijn gewoon de uitzwaaiwedstrijd van... Ja. Oh, fuck! Het is echt heel fijn, hoor. Ik zit nu gewoon tegen Ajax hier te voetballen, maar wel gewoon met de spelers van PSV. Oh ja, dat zie je wel, ja. Ja. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik ben voor Ajax en Remco ook. Maar ja, er moet toch iemand voor PSV zijn, hè, in dit geval. Maar het is wel een belangrijke wedstrijd, dus Ajax wint, dus het staat als eerste. Kom! Ha! Ja? Nah. Ik had eigenlijk wel dat je uit ging komen, maar... Nee, dat tap ik niet in. Oh. Oké. Prima redding van de keeper natuurlijk. Jezus. Iedereen is ook... Nee, wat is dat nou voor kutballetje? Oh. Hij komt aan. Oh. Dijk is zo langzaam dan. Oh. Kutman! Ik dacht dat je een keeper ging uitkomen. Zo stom. Die trap ik niet in. Tikkie spel hoor. Ajax. Oh nee! Oh nee! Voor zijn goede link. Jongens, dat is. Kijk eens! Oh, wat gebeurt er? Vrij trap? Ja, oké. Okay. Ja, hij is echt. Jawel! Hè? Nee, dat weet ik ook niet. Die. Nee, heel dom. Heel dom. Open huis. Ha! Domme! Come on! Ja, heel dom. Die slime was ook dom. De eerste. Come on! Ja, ik speel ook met 4G en Van de Hoorn. En deze is dom. Daardoor kun je graag doorleggen. Oké. Ik ga nu al aanvallende spelen, want dan moet er. Nou, wat is er nou? Wat tikt hij nou zo kort? Ik wil het toch helemaal niet kort? Oh-oh! Oh! Die was echt perfect gewoon! Perfect! Die dag was een poot onder zijn lijf vandaan. Kom op! Ik heb bazoer. Ja. Wat? Oh! Kwartier te laat! Heel slecht. Misschien rood. Nee. Dat zou wel lekker zijn. Dat is ook mijn fout. Veel te ver weg. Kut! Nou, dit komt echt omdat jij met Ajax shirtje speelt in mijn beeld. Ja. Lekker. Wat is het druk daar in het centrum? Ah! Oh! Milik! Nou! Die keeper houdt nu alles. Oké. Okay. Ja! Mijn maatje komt door. Oh, en ik zei dat het slecht op scoren. Jongen. Het slaat helemaal nergens op de verdediging. Wat doet die keeper ook trouwens? Die keeper doet helemaal niks! Jongen, zoet. Die zoet is echt lekker. Nou, hij mag gewoon druk zetten en afmaken, de op en over. De speler met geel uit het veld.
gemeld om te voorkomen dat het rood wordt. Ja, ja, ja. Ook gewisseld. Zelfde positie hebben trouwens gewisseld, dat is toevallig. Arias. Dijks! Ik doe niks en de keeper komt zelf uit. What the fuck? Ja, echt waar? Ja. De besteld gaat daardoor mis. Kom nou! Nee. Oh, ik heb nog even geel. Of jij? Ik krijg nog geel. Jij? Wat is dat voor kutbal? Een hele slechte bal. Het staat echt helemaal nergens ook op. Uithalen! Oh, jochie! Dat is een lekkerste, dat is een bal. Dat hij even tijd krijgt. Hij redt en heeft de bal vast. Iedereen weer terug naar achter, anders is weer een instant count. Kom op! En nu doorgaan. Ja! Ik zag de keeper uit het spul. En we gaan teruglopen. Ik dacht, ik moet nu schieten. Maar wie scoort er eigenlijk? Voor mij is het Veldman. Hij was ook terug de keeper. Het is gewoon eigen dingen. Veldman, dus, ja. Ik zeg het beste van Veldman. Het zijn wel mijn verdedigers die het doen trouwens. Wat dan? Oh, nou, scheids, iets te laat. Huh? What the fuck, scheidsrechter? Ik raakte alles voorbij behalve de bal. Nah. Ja, maar ik deed ook niks meer. Ik dacht van ja, hij vlag, hij fluit wel. Oh nee, niet aannemen. Je had nog een door moeten laten gaan. Ik kan voorzetten. Goedelje. Oh. Ah, kom op, keepertje. Keeper wordt ook wel minder zeker nu, hoor. Die gaat nu weg. Oh, fuck the fuck, zeg. Oh, hij was net te laag. Zijn kopbal was net te laag. Echt, jongen, iedereen is weer mee naar voren. Echt, allemaal zo'n randebielen. Waarom? Ja, dan kun je nu helemaal counteren. Oppas, kom eraan. Keep what the fuck? Wat een goede redding is dat. Hij heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. Oh, wow, come on! Nou, 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 nou. Doorlopen. Tiefen. Scheidsrechter! Scheidsrechter! Ja, hij... Mag weer geen vrije trap krijg mee, hè? Oh, wat een kutballen! Oh nee! Milik! Ja! Nou, wat echt. Ik krijg weer geen vrije trap mee! Wat een scheidsrechter! Tjonge! Ik kom even niet onder die druk vandaan. Dus gewoon eigenlijk een halve counter was het. Scheids! De bal scheids. Ah jongens, scheidsrechter, kom op nou! Heel goed. Nou, ja. Dan geef ik het zo makkelijk om die bal te onderscheppen. Lekker bezoeken, heerlijk. Fucking. Oh, slecht. Oh nee. Kom op. Ik wilde er toch nog langs. Want niet happen. Haal hem onderuit gewoon. Nee, nu niet meer. Oh! Milik. Doorlopen, Milik! Echt, waarom loopt het niet door? Ik wil gewoon het op slot gooien. Jongens, waarom dan vierde van die fucking rug? Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Maher. Sliding. Kom op nou, jongens. Heerlijk. Het is rijk hoor. Iets niet goed, dat lijkt op een spierblessure. Natuurlijk! Oh, hè? Heb ik ook nog een spierblessure natuurlijk. Lekker weer jongens. Corner! Corner! Nou. Ja, denk ik dat ik er zo Veldman heeft een Veldman heeft blessure. Oh, weer een gratis kopkans. Tjonge, het begint allemaal die kut 1-1 in de corner. Ja, een beetje leuk. Huh, al mijn corners komen nu aan. Alleen de koppen zijn... Ja, omdat Ajax'ers en gemiddeld zijn ze 1,20 meter. Ja, maar zijn Rio kop, dat is van mij 1,20 meter, denk ik. Oh, als ik daar nog kreeg. Ja, wacht maar af. De scheidsrechter fluit voor... Dat heerlijke goals bij, al die tweede. Laat ik maar zo zeggen, ik hoop dat het
1-3 woord voor Ajax. Zal het waarschijnlijk wel niet worden hoor, dit 1-3, want we hebben nooit gelijk. Dus ja. Nou, nee, we hebben inderdaad weinig gelijk. Weinig gelijk. 1-3, het was over het algemeen denk ik wel terecht zo te zien. Dus al vind ik wel dat de 1-1 wel is. Nou ja, uit de lucht. Had je 2-0 moeten staan of zo. Ja, 2-1 had ik zeker moeten, 2-2 had ik moeten maken. Zeker weten. Toch? Ja. Alleen op de keeper af, 2-3 ja. Maken misschien, weet ik nooit. Oké, nou jongens, vergeet niet te liken. Wordt het af en toe vergeten. Jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye. Later. Ja, dus.